middelbare school zat, had ik altijd het idee om inderdaad dieselmonteur te worden. Dus het was altijd eigenlijk mijn droom op mbo om door te groeien. Uiteindelijk als dieselmonteur. Ja. Ik ben Erik Moeikerk en werkzaam hier als projectmanager bij Keppel Grom. Mijn werkzaamheden houden in dat ik op dagelijkse basis verantwoordelijk ben voor zowel technisch als financieel voor een van de projecten aan de werf, zoals je achter je ziet op dit moment. Mijn werkdag begint rond 7:30 en dan start ik met een safety meeting. Daaraan volgend hebben wij een interne meeting. En zo ga ik eigenlijk van meeting naar meeting en doe ik mijn dagelijkse rondes aan boord. Leukste aan mijn werk vind ik de afwisseling op deze werf. Elke is geen dag hetzelfde. En je hebt elke dag weer een ander stukje waar je op moet gaan focussen. Dus het is voornamelijk de afwisseling die het erg leuk maakt. Eigenschappen die ik moet bezitten, denk ik, is een goede helikopterview hebben. Om alle dagelijkse werkzaamheden te kunnen overzien. Je moet op alle vlakken een allrounder zijn en eigenlijk geen specialist. Wat deze sector aantrekkelijk maakt, is de ontzettend dynamische wereld. Offshore units komen vaak op niet bepaalde momenten binnen en staan die dan opeens voor je. En staat dan een ontzettende grote uitdaging. Dat maakt het ontzettend dynamisch en zeer afwisselend. Ja, ik werk op deze werf heel veel samen met allerlei nationaliteiten, allerlei soorten disciplines van mensen. Dus ik werk met klanten natuurlijk op wat vaker internationale klanten zijn. Subcontractors die van overal in de wereld terechtkomen. Dus mijn taken bestaan eigenlijk alleen maar uit samenwerken. Zelfwerkzaamheid, of om dat te zeggen, de taken die ik zelfstandig uitvoer zijn er eigenlijk heel weinig. Want mijn functie als projectmanager is eigenlijk het managen van een project. Dus het is aansturen van heel veel mensen. De reden waarom jij moet kiezen in de olie- en gasindustrie is het riante salaris, de afwisselende baan en de uitstekende doorgroeimeling. En daarvoor word jij mijn nieuwe collega.